Na 10 uur rijden zijn we eindelijk aangekomen. Hij mag helaas niet mee. Nou jongens, het skiën is voorbij en we zijn aan het apres-skiën. Dames en heren, jongens en meisjes, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En Ruben doet net de deur open. Het is niet vroeg, waardoor het nu donker is, maar het is juist laat. Het is al, hoe laat is het? 12 uur. Ik ben net wakker. Het is 11:45 en wij gaan richting Oostenrijk. We zouden eigenlijk donderdag gaan, maar we gaan eventjes eerder weg. Dus Wim. Waarom laat je me nou alleen? We laten jou, wat is het, 14 dagen alleen. Wat moet ik dan doen? Even serieus. Je hebt ook niemand met kerst? Nee. Ook de PlayStation is meegenomen door Ruben. Ik ga gewoon boekjes lezen. Ja, ik zou maar boekjes gaan lezen. Ruben die heeft ook de PlayStation meegenomen, omdat Ruben mag helaas niet skiën vanwege zijn hartklachten. Dat is heel vervelend. Maar daarom heeft hij de PlayStation meegenomen en nu heeft Willem echt helemaal niks te doen. Dus echt klote Wim. Heb je er een beetje zin in? We gaan op vakantie. Ik moet wel een beetje wakker worden, jongens. Oh ja, Ruben heeft net even geslapen, maar jij gaat rijden, toch? Ja. Oh, lekker. Nou goed jongens, ik ga nog eventjes mijn laatste spullen pakken en dan gaan we de auto in en dan gaan we richting Oostenrijk. Het is zielig en lekker tegelijk. Nee. Ben je eindelijk van ons af, Wil? Ja. Je kan ook onbeperkt dames uitnodigen, hè? Ja, ik wou net doen een polletje, kijk hoeveel dames hier komen. Ik zei net, ik had een story gemaakt met Willem dat hij dus met It's gonna be a lonely Chris. En heel veel meiden hadden gereageerd, Wil, dus dat is een goed teken. Oh, jeetje. Zo, hij is helemaal niet lonely. Ik zou dames uitnodigen, Wil. Nou, Wil, fijne feestdagen. Jongens. We zien je over 14 dagen. Houdt u? Probeer er wat van te maken. Ja, dat gaan we tot doen. Volgend jaar. Wij gaan er wat van. Tot volgend jaar, Wil. Ja, ik zie jullie. Tot komt helemaal goed. Nou, heel veel plezier. Ja, ik weet het. Jullie veel plezier. Ja, dank voor ja. Je merkt dat hij geëmotioneel is, hè? Ja, geëmotioneel. Oh, geëmotioneerd. Geëmotioneerd. Het is niet zomaar iets aan. Het is gewoon al een beetje laat. Ik hoor eigenlijk al te slapen. Ja. We gaan nu echt. Let's go. Ja, het is nu 4:30. En we zijn eventjes gestopt. Mijn vader was net aan het rijden en nu gaat deze jonge man rijden. We hebben net een beetje proberen te slapen, alleen in de auto slapen vind ik toch altijd heel erg lastig. En ook achterin. Ja, maar goed, nek, we gaan proberen. Ja, mijn nek. Ja. Maar goed, Ruben gaat nu eventjes rijden en we gaan door. Volgens mij moeten we nog eens van 5 uur of zo. Ja jongens, we zijn aangekomen in Oostenrijk en hier ligt al sneeuw zoals jullie zien. En dit is Ruben. Het is ook wel goed koud hier ook, jongens. Ja, het is echt goed koud. Het is nu 6:30 volgens mij of zoiets. Even kijken. 7:30. Jij hebt wel lekker geslapen of niet? Nee, echt totaal niet. Ik kan zo niet in de auto slapen. Het is echt pijn aan mijn rug gewoon. Maar goed, we gaan straks ook alweer de piste op. Want vandaag wordt het nog een lekkere dag met heel veel zon. Dus we gaan om 10 uur alweer skiën. Dus we gaan straks heel even snel naar bed. En dan gaan we alweer de piste op. Maar Ruud, we zijn in Oostenrijk. Let's go! Na 10 uur rijden zijn we eindelijk aangekomen in Servhaus en moet je eens kijken achter me, wat een uitzicht. En ik word altijd zo gelukkig als ik hier weer ben. Ik kom hier al sinds ik 2 maanden ben, elk jaar. En we hebben vorig jaar natuurlijk niet geweest omdat gewoon het hele skigebied dicht was. Maar we zijn er gewoon weer en moet je eens eventjes kijken. Wat heerlijk jongens, weer lekker in de sneeuw lopen. En dit dorp is zo fucking mooi. Wauw. We zijn er. We zijn er weer. We gaan eventjes alle spullen uitpakken. En ik heb eigenlijk in de auto totaal niet geslapen. Maar we gaan gewoon even de spullen uitpakken, even naar binnen brengen. En dan denk ik dat ik me gewoon ga omkleden. En dat we naar boven gaan. Daarachter op de achtergrond, dat zijn de bergen waar we gaan skiën. Dus ik denk dat we gewoon spullen gaan huren en gewoon gaan skiën vandaag. En er gewoon een leuke dag van gaan maken alsnog. Want vandaag is er nog een zonnetje, maar ik weet dat de komende week, of de rest van de week, dat het heel veel gaat sneeuwen. Dus dan is het heel erg bewolkt en dan zie je niet zoveel. Dus ik denk dat we deze dag maar gewoon eventjes nog lekker moeten meepakken. Gasten, we zijn er! Zo, man, ik ben wel moe. Ja, ik ben blij dat er even wat frisse lucht op mijn gezicht komt. Ik ook. Brrr, het is wel echt fucking koud hier. Maar jij hebt gewoon nog kunnen slapen, ik heb gewoon net even moeten rijden. Ja, de hele tijd. De hele tijd, ja. Vanaf 3 tot 9:30. Maar ik heb ook niet geslapen, ik heb ook niet kunnen slapen. Elke keer als ik nog achter keek, zag ik jou slapen. Nee, ik had gewoon mijn ogen dicht. Ah, oké.
Anders zou ik zeggen, ik heb bewijs op mijn telefoon. Ik sliep niet. Anders heb ik bewijs. Kijk eens, iedereen ligt hier te slapen, terwijl ik aan het rijden ben. Nee, wat was je dan aan het doen? Nee. Ik had mijn ogen dicht en ik had muziek opstaan, maar ik was niet echt aan het slapen. Oh, maar ik voel me een soort van brak of zo. Ik voel me ook heel erg dronken, maar dat is natuurlijk niet zo. Ik heb dat ook een beetje. Oh. Maar goed, wat ik net al zei, we gaan er nog proberen een leuke, lekkere dag van te maken. En we gaan eventjes de auto uitladen en dan gaan we naar boven. Kamer 206. Daar gaan we. Zimmer. Kijk, we komen hier al heel lang. Dus, maar ze hebben dus blijkbaar alles verbouwd. Oké. Hey, het is wel beter geworden. Hey, dit is ook allemaal nieuw. Oh. Kijk eens eventjes. Dat is eventjes lekker. Het vertrouwde uitzicht natuurlijk, hè? Goed, hè? Oh, lekker zeg. Heerlijk. Nou ja, wat we net ook al zeiden, we komen hier echt al heel erg lang. Niet in dit hotel, maar ik kom hier al sinds ik 2 maanden ben. En toen wij 6 of zo waren, toen zijn we naar dit hotel gegaan. En het is eigenlijk altijd hetzelfde geweest sinds dit jaar. Want ze hebben allemaal nieuwe meubels, ze hebben het verbouwd. Eerst lag hier tapijt, een nieuwe vloer. En altijd weer dezelfde chocolaatjes. Altijd dezelfde chocolaatjes. Maar goed, we zijn er. We zijn de grap. Oké, nou, wij gaan even naar boven, koffertjes naar beneden halen en dan omkleden, jongen. Ik heb mijn skikleren aangetrokken, lekker warm, want het is vandaag echt super koud. Alleen moet je eens eventjes kijken, jongens, het zonnetje is echt volledig doorgebroken. Gewoon geen wolkje aan de lucht, heerlijke witte sneeuw. Dus we gaan naar boven, ik ga een skipas halen, we gaan skispullen huren en dan gaan we lekker skiën. Ik neem mijn camera mee, want vandaag is het nog lekker weer, dus dan moet ik daar even gebruik van maken. Voor andere dagen gaat er heel veel sneeuwen, dus dan is het eventjes wat minder beeld ook, want dan zie je natuurlijk gewoon helemaal niks. Morgen komt er nog een gezin met 2 kinderen en dan komt er vrijdag ook nog iemand en is nu al een gezin. Dus het wordt hartstikke leuk, we zijn ook altijd hier met 3 gezinnen, lekker skiën. Dus ik hoop dat het een beetje lekker weer wordt, want dan kan ik vaker gaan vloggen. Maar als het echt slecht weer blijft, dan ga ik denk ik niet mijn camera meenemen, want dat is dan... Ja, dan zie je helemaal niks, dus dat heb ik geen zin. Maar goed, ik ga naar boven. Ik had vorig jaar een nieuwe skibril gekocht en dit jaar heb ik een nieuwe jas gekocht. Maar ze matchen bij elkaar, want ik was helemaal vergeten dat ik deze had. Maar jongens, het past goed bij elkaar, dus lekker outfit, joh. Zwarte broek, jasje met oranje stippen, helemaal top. Wat altijd het enige nadeel is, ik heb een thermo aan en dan gewoon een t-shirt en dan deze jas. Maar als je binnen staat is het gewoon echt veel te heet. En als je buiten staat dan is het gewoon lekker. Maar straks moet je dus ook gewoon je schoenen gaan aantrekken. En dan in zo'n warme hal, weet je, je snowboard en shit, allemaal je spullen pakken. Dat vind ik altijd het minst leuke van wintersport. In zo'n hal staan met allemaal andere mensen. Maar goed, het is even niet anders. Ik ga lekker buiten staan, lekker afkoelen. Kijk dan jongens, hij mag helaas niet mee. Ik krijg een wandelkaart. Krijg jij een wandelkaart? Dat is 3 keer zo goedkoop. En dan mag je ook een paar liftjes nemen en dan... Maar mag je dan ook helemaal naar boven? Ik mag naar... Ja, je hebt eerste baan. Ja. En dan naar La Cite, zeg maar. Dus het nog een baantje omhoog. Oh, dus je kan wel omhoog komen. Dat is chill. Ja, op zich wel. Lekker, jongen. Een beetje wandelen. Ja, chill. Geniet van uitzicht. Je hebt je PlayStation meegenomen. Op de piste ook. Willem was al niet blij, maar... Nee, dat was wel zielig voor Willem. Ik heb hem even hard nodig. Willem is gewoon echt helemaal alleen thuis. Ja, die hij kan echt niks doen, maar echt niks. Wat een trieste bedoeling. Maar goed, we gaan wel na de vakantie gaan we wel leuke dingen doen met Willem. Hey Willem, we denken aan je. Ik loop hier nu op een brug, maar dit is niet normaal. Zo jongen, en dat is ijs. Hier loopt een soort van rivier. Stel je valt hier naar beneden. Dat is niet lekker, dat is niet fijn. Kijk, dit is dus zeg maar het dorp. En wij zitten net eventjes daar over de berg. Achter dat gebouw zit ons hotel. Dus we gaan naar de liften. Die zijn daar. Maar ik moet zeggen, met dat zonnetje is het best wel warm. Ook al met die jas aan. Man, dat mondkapje staat je mooi. Dankjewel. Het staat fantastisch. Voor jou ook. Ik vind mijn oor heel raar of niet? Nee, bij jou valt wel mee. Papa's oor zit een beetje gek. Ja jongens, dat is het enige nadeel. Je moet wel overal ligt een mondkapje op. Maar goed, we hebben niks te zeuren, want we zijn op iets voor. Zouden jullie misschien wel je mondkapje op kunnen houden? Nee, doe het vol. Ik vind het een beetje... Ik vind het toch te dicht bij elkaar allemaal. Lekker. Was goed? Illegaal. Dit is illegaal. Nee jongens, ik denk dat het inderdaad meer is voor als je met andere mensen in de lift zit. Dat het dan een beetje... Maar ja, als je toch met je eigen gezin bent, dan maakt het allemaal niet uit. Nee, maar ik weet ook niet, is het alleen in de grondels dat je ontmoet of is het ook dat je zeg maar in die stoeltjes liften? Volgens mij alleen. Ja, dat zou wel beter zijn. Ja.
Het lijkt inderdaad net een snavel zo. Ik zit eens voor ze vloggen. Ja, gedraag je even, man. Jouw oren zitten wel grappig. Oh, dat gaat heel erg pijn doen. Nee. Zitten mijn oren ook zo? Nee, mijn oren zijn flex. Papa heeft een zo'n lange kaak. Dus dan is dat elastiekje korter en dan gaan ze oren wel zo staan. Ah, nou goed. We gaan lekker naar boven. Kijk eens jongens, we gaan over de piste heen. Oh, lekker dat zonnetje. Het is rustig. Niemand mag meer komen. Ik zie weinig mensen. Het is woensdag voor de echte vakantie. Is niet toevallig aan het bezig geven. Nou, we moeten even je spullen gaan halen, want we komen natuurlijk niet de berg af zonder een snowboard. Nee. Dat is lastig. Ja. Nou jongens, er is genoeg keus, zoals je ziet. Oh, oh, oh. Ik heb gelukkig wel mijn eigen snowboard schoenen en we moeten nu nog bindingen uitzoeken en snowboards. Ik heb echt geen Duits meer. Kein Deutsch? Nein. Und Englisch? Yes, a little bit. Ah, then speak English to him. Yes. Ik ben nu al 2 jaar niet meer in Oostenrijk geweest, dus het Duits praten ben ik helemaal verleerd. Compleet. Ik was net een man die in het hotel werkte, die vroeg welke camera ik had, omdat hij zelf ook foto's maakte. Ik kon niet eens met hem praten. Ik wist niet eens wat. Ik wist gewoon niks meer. Dat is echt heel erg inkomen. Maar Engels gaat wel. Een wit snowboardje. Lekker hoor. We gaan naar buiten. Nou jongens, daar zijn we. We hebben een liftje omhoog genomen en we staan nu boven op een piste. Maar kijk eens eventjes. Holy shit jongens. Wat een fantastisch goed weertje. Holy shit, dit is echt fucking lekker weer. Ik hoop dat het vaker dit soort weer blijft. Ik denk het niet, het zou een beetje bewolkt zijn, maar ook morgen zou het kunnen dat er gewoon een zonnetje is met wel een wolkie, maar we gaan het allemaal zien. Zo, wat een stoere moeder heb ik toch ook. Kijk dan, op het snowboard. Ik heb een hele mooie, laat het zien. Cool hè? Zo, je hebt een tijger erop joh. Ja. Wat gaaf. Tijger. Nou, daar staat papa. Ik ga eventjes de camera wegdoen en dan ga ik eventjes eerst weer even inkomen. Ik heb het nu 2 jaar niet meer gedaan. Dus, ga ik je straks al filmen? Ja, ga jij mij straks maar even filmen. Ja. Dan ga ik eerst eventjes even inkomen. Oké. Okay. Woe! Lekker weer! Lekker hè weer! Wow, dit is wel fijn. Wow, pas op. Oh. Paaltje. Oh jongens, het is zo lekker om hier weer terug te zijn. Wat een lekker weer ook. En het gaat weer echt goed. Dit is de eerste afdaling die we dus nu doen. Maar ik ben het niet verleerd. Maar ik denk ook wel zeg maar dat als je het een paar keer gewoon echt... Ja, je doet het echt heel lang. Dus dan moet je het gewoon 1 keer even weer de techniek terugkrijgen. En dan lukt het wel weer. Hoe was de eerste afdaling? Lekker, lekker. We zijn heel jongens. Eerste afdaling is een succes. Oh, wacht. Mama moet nog komen. We zijn met z'n vieren en iedereen die doet eigenlijk snowboarden, behalve Ruben dit jaar. Want die mag helaas niet. Maar mijn vader die snowboardt en mijn moeder ook. Kijk eens even wat een stoere. Kijk jongens, waar we zijn aangekomen. In het funpark. Ja, zo noem je dat. Een funpark met allemaal jumps en van die relingen waar je overheen kan. Welke vrijwilliger wil mij filmen? Papa maar. Ja? Wow! Zo, nou jongens, dat was hem dan. Was weer even voor de eerste keer. Ik reed even een beetje rustig aan, maar was weer leuk. Kijk eens wie we hebben gevonden. Hey. Meneer. Ik zit hier lekker te bakken jongens. Ja? Zo, jij zit wel goed in het zonnetje, zeg. Zo, zo, zo. Hallo. Hallo. Can I have your vaccination card, please? Ja jongens, dat moet ook gebeuren. Vaccinatiebewijs. We zitten lekker aan het tafeltje en we gaan lekker lunchen. Oh, ik heb wel trek ook. Ik wil ook als kip. Oh ja, je kan eens een halve kip kan je eten. Het is echt lekker. Ja? Ik ben nu dus serieus al 30 uur wakker. 30 uur? Ja. Ik stond gisterochtend om 8 uur 's ochtends op. En ik heb niet geslapen. Ik ben om 9 uur opgestaan. En ik heb om 9 uur opgestaan, ben gisteren de studio in geweest en heb ik ook eigenlijk niet echt meer. Nou oké, misschien een beetje. Misschien heb ik bij elkaar 2 uur geslapen.
Okay. Ja, misschien een klein beetje. Heb je al een nummer laten horen wat je gisteren hebt gemaakt? Nee. Kan je dat doen? Mogen ze allemaal niet weten nog. Echt niet? Nee. Het is allemaal geheim. Hij is heel mooi. Vind je hem leuk? Vind jij hem leuk? Jongens, er komt echt leuke muziek aan. Kijk, moet je nagaan dat mijn moeder me zo erg support. Ja. Goed, hè? Juist je moeder. Maar jongens, wat zitten we op een goede plek? Lekker in het zonnetje. Genieten. Het weekend dit. Het heet Seawasser, maar eigenlijk is het gewoon limonade. Oh. En wat weet je al wat je gaat eten? Nee, je hebt niet gemorst hoor. Oh. Nou. Zo, ik ben helemaal aan het genieten hier. Lekker, ja. Hè? Ik heb mijn bord weer in mijn handen. We hebben lekker geluncht, koffietje gedronken. En we gaan weer eventjes door. Ik moet wel zeggen, ik begin wel een beetje in te kakken. Omdat ik natuurlijk gewoon, niet heb geslapen. Al heel lang. Inderdaad, wat Ruben zei, al bijna 30 uur. Want gisteren ben ik ook de studio in geweest de hele dag. Dus ik merk wel dat ik al een beetje aan het inkakken ben. Maar goed, we gaan nog eventjes van het zonnetje genieten. Want misschien dat de rest van de week niet zo lekker wordt als vandaag. Ik ben eventjes overgestapt naar mijn telefoon. Want mijn camera die viel opeens uit. Ik had nog 50%. Maar opeens was hij leeg. Ik denk dat het door de kou komt. Maar goed, wat ik net ook al zei. We gaan nog eventjes een lekkere afdaling doen. Even genieten van het lekkere weer. Want misschien dat het vanmorgen bewolkt is. En daarna ga ik denk ik lekker stoppen. Want ik begin al aardig moe te worden. Nou jongens, het skiën is voorbij en we zijn aan het après-skiën. Maar ik moet je eens eventjes kijken, wat een verschil. Iedereen moet aan tafel zitten helaas. Maar goed. Hey! Het is gewoon even anders dan andere jaren, maar we moeten gewoon doen met wat we het hebben. We kunnen tenminste wel gewoon nog een biertje drinken na het skiën, dus dat is lekker. Maar ik ben wel een beetje kapot en weinig slaap kakt er nu wel een beetje in. Ik ben weer lekker op de hotelkamer. We zijn nog eventjes gaan après-skiën. Het is eventjes anders dan we normaal gesproken gewend zijn. Dat het gewoon een hele volle bak zijn. We moesten nu aan tafel zitten en met een mondkapje gewoon naar de tafel lopen. Maar het maakt allemaal niet uit, want het was alsnog hartstikke leuk. Maar goed, ik ga nu lekker samen met Ruben hier heerlijk slapen. Lekker lepeltje. Maar goed, vond je deze video nou leuk? Laat een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreek ik jullie later.